Ja, we zijn op het Duchenne Festival. We gaan het hebben over barrières breken in je vrije tijd. Mijn naam is Gerrit Heikoop. Mijn co-host Frank van Ieperen en Justus Kuijer doen ook mee. Maar we hebben onze eerste gasten hier aan tafel zitten in onze studio in Utrecht. Je hebt hem, als je op tijd bent ingeschakeld, wellicht al gezien. Je hebt al een beetje zitten meewiegen met zijn beats misschien. Maar Stan van de Ven, onze huis-dj van vanmiddag. Stan, welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. 25 jaar uit Sint Agatha in Brabant. Ja, een grafisch vormgever van beroep. En dj in je vrije tijd, onder andere. Ja. Naast jou inmiddels aan tafel, Figo Severijns. Figo, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. 18 jaar, uit Tilburg, zit op dit moment in de eindexamenklas van het VWO. En ik begrijp, jij wil geneeskunde gaan studeren hierna? Klopt. Ja, dat was in de eerste instantie het plan, eerlijk gezegd. Maar tussen achteraf is het praktisch gezien niet echt een heel goed idee. Dus ik heb eigenlijk in de laatste jaren een beetje zitten kijken wat is dan een goed alternatief. En dat is uiteindelijk biomedische wetenschappen geworden. Aha, interessant. Dus, gaan we later in de uitzending ook nog mooie voorbeelden van zien. Leuk. Ja. Goed dat jullie er allebei zijn. We gaan het in de komende 20 minuten hebben over barrières in je vrije tijd. En de hoofdvraag is eigenlijk een beetje, wat kun je allemaal doen? Als je Duchenne hebt, wat is er allemaal mogelijk? Welke dingen moet je misschien overheen stappen? En waar loop je dan onderweg tegenaan? Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld vervoerstam. Jij zit hier vandaag als onze DJ. En een van de dingen die Justus en Frank meteen zeiden, hey, we moeten even die auto van Stan laten zien. Vertel eens even, hoe ben je hier naartoe gekomen? Ja, dus ik ben hier met mijn eigen auto. En ja, die auto is zeg maar op mij aangepast. Dus ik, het filmpje wat je nou ook ziet, zie je eigenlijk hoe ik eigenlijk onderweg ga. Dus ik heb een afstandsbediening in mijn auto waarbij ik een frame eigenlijk naar boven til waar ik mijn rolstoel inrijd. Maar voordat ik die rolstoel zeg maar daarin zet, of ja, de rolstoel zet ik eigenlijk in met mijn telefoon. En die rijd ik dan ook naar mezelf toe, zoals je nu ziet. En dan stap ik erin en dan, dan moet ik nog één keer terug om eigenlijk de frame weer terug te zetten. En dan kan ik eigenlijk onderweg gaan. Ja, en dat betekent dus dat je ontzettend onafhankelijk bent, kan ik me voorstellen. Ja, dus ik kan het helemaal zelf in principe doen. En ik draai dus ook wel eens feestjes en dan staat de auto echt bomvol, zeg maar. Ja. Dus met rolstoel en handen staan de speakers en alles staat erin. En dan kun je op pad. Ja, met een beetje hulp ben ik op pad, ja. Ja, precies. Frank, Justus, het blok vrije tijd. Wat zijn typische barrières waar we het eens even over moeten hebben met onze gasten? Ja, ik denk een beetje toegankelijkheid ook van evenementen en zo. En in voorbereiding hebben we er ook wel eens even over gehad. Zo van ja, het is heel leuk dat je allerlei evenementen kan bezoeken, maar het is soms toch nog best een uitdaging om dan kaartjes ook te kunnen vinden. En zeker als je met meerdere vrienden ergens naartoe wil, dan is dat soms toch wel een kleine uitdaging. Ja, precies. Daar gaan we het zo zeker ook over hebben. Justus, toen we elkaar vrijdag nog even spraken, toen had jij ook wel een duidelijke agenda voor dit blok. Wat is wat jou betreft de vraag? Ik zat te denken van, ik weet dat heel veel mensen als hobby rolstoelhockey hebben of gamen. Vroeger speelde ik ook al veel games, nu niet meer echt. Een rolstoelhockey heb ik ook een tijdje gedaan. Maar om ook te bedenken, nou ja, Frank heeft ook wel wat mooie dingen die in zijn vrije tijd allemaal uitspookt. Dus mij lijkt het wel interessant om te kijken van, ja, wat kun je allemaal doen? Want ik bedoel, andere mensen doen heel veel verschillende dingen. Ja, wat kun je als iemand met Duchenne nou allemaal doen? Ja, precies. Kan je bijvoorbeeld parachute springen? Of op zijn minst iets wat erop lijkt. Zou je aan een parachute door de lucht kunnen gaan vliegen? Nou, Justus, je refereert er al aan. Frank, die doet echt veel. Onder andere parapenten. Kijk maar eens even mee. Slipping, slipping, slipping
into the future. Ja, Frank, je vloog als een adelaar. Ik kwam ook weer veilig op de grond terug. Ja, gelukkig wel. Ja. Als jij deze beelden ziet, wat betekent dit voor jou? Nou, ik vind het altijd wel leuk om te zien, want de start ging een beetje moeilijk. Maar toen ik eigenlijk in die rolstoel zat en de berg afgeduwd werd, om het even zo te zeggen. Dat voelde eigenlijk heel anders dan hoe het er op beeld uitzag. Want het was eigenlijk gewoon, leuk om zo van zijn berg af te gaan. En gewoon een heel mooi... vrij gevoel en ook heel fijn dat je zeg maar toch ondanks dat je een redelijke beperking hebt dat soort dingen kunt doen en dat gevoel kan opzoeken zeg maar. Ja, want op een schaal van 0 tot 10 en 0 heel erg mogelijk, 10 totaal onmogelijk. Hoe ingewikkeld is dit nou om met een rolstoel te gaan parapenten? Nou, je zou denken in het begin dat het heel moeilijk is, maar eigenlijk valt het dus best wel... wel mee. Het was wel een beetje een taalbarrière, want we waren daar in Frankrijk op de Puy de Dôme. En de mensen die dat verzorgen, dat zijn Fransen. Die geen Nederlands praten natuurlijk, ook geen Engels. Dus ja, je bent toch een beetje overgeleverd daaraan aan die mensen. Maar, dat is een probleem, dat zou ik ook hebben. Dat heeft niks met in een rolstoel zitten te maken. Nee. Nou, kijk, de grootste barrière die is dan natuurlijk dat je... vanuit je gewone rolstoel waar je in zit, dus in de elektrische waar ik dan in zit, dat je dan natuurlijk overgetild moet worden. Dus we hadden de organisatie vanuit Nederland die dit dan heeft georganiseerd, zeg maar. Die hadden dan een tillift bij, een soort kraantje. Dus dan word je vanuit je rolstoel getild in de andere stoel. Ja, en weg ben je. Dat is eigenlijk de grootste barrière. Bijna. Ja, er zijn nog een paar kleinigheidjes... bijvoorbeeld, mijn armen die kan ik niet meer op zijn plek houden, omdat die spieren gewoon niet meer voldoende werken. Dus wat doe je dan? Dan bind je je armen maar aan elkaar vast. En mijn benen die kunnen ook uit elkaar vallen. Dus die hadden ook maar vastgebonden. Oh, ja. En zo ging ik eigenlijk vastgebonden als een soort gevangene in een dwangbuis de berg af. Je hebt wel veel vertrouwen gehad in de mensen. Ja, absoluut. Ja. Ik kan me voorstellen. Fico, wat zijn jouw hobby's? Als jij moet invullen, hobby's, wat doe je graag in je vrije tijd? Ja, zoals ik juist zei, sport bijvoorbeeld. Rolstoelhockey, daar doe ik elke avond mee aan. Of elke dinsdagavond, daar doe ik mee aan de trainingen. Dus dat is een hobby. Ik fiets ook graag. Ik heb een driewieler eigenlijk. Dus... dan vind ik het leuk om met mijn vader bijvoorbeeld naar België te fietsen of zo. En is dat dan handbiken of nog wel ook fietsen met je benen? Met mijn benen ook, ja. Dat is dan met mijn benen, ja. Hey, en ik begrijp, jij bent ook goed met muziek, net zoals je buurman. Ja. Ik speel sinds mijn 8e piano. En ik heb ook pianoles gehad toen ik
tot ik 12 was of zo. Oh ja. Dus ja. Dat... En doe je nu nog steeds? Gaat het? Ja. Ik doe het nu nog steeds. Ik merk wel natuurlijk dat het wel zwaarder is geworden. Dus het beperkt ook eigenlijk de muziek die ik kan spelen. Ja. Maar ik probeer het wel zo vaak mogelijk te doen. Omdat ik het leuk vind en omdat ik het ook wil behouden, mijn hobby. Ja, precies. Ik was natuurlijk wel benieuwd hoe dat zou klinken. Dus we hebben jou gevraagd om even wat video's op te sturen. Laten we maar even kijken. Ja, Stan, wat viel je op? Wat zei je tegen Figo? Ja, Ludovico Einaudi, ja, dat is ook in de film Intouchables. Dit nummer ook... Jij herkende de muziek natuurlijk. Ja. Want een van jouw hobby's, je bent hier vandaag eens die, jij maakt ook eigen muziek. Ja, dat is dan geen pianomuziek, maar meer house. Ja? Ja. Zit ook toetsen in, toch? Ik dacht, misschien moeten we naar aanleiding van vandaag even een mooie collab doen, toch? Collab, ja, dat zou inderdaad. Figo en Stan even een mooie plaat uitbrengen. Ja. Mooi. Hey, als jullie tegen die barrière... we hebben het over de barrière in je vrije tijd. Stan, wat is voor jou iets waar je tegenaan loopt bij vrije tijdsbesteding? Ik denk ook wat Frank aangaf. Ja, te kijken of het überhaupt kan met je rolstoel als je een evenement bezoekt. Of eigenlijk overal waar je heen gaat probeer je wel oplossingen te kijken. Van hoe kan ik het wel of niet doen? Ja, dus het is eigenlijk de rolstoel toegankelijkheid is de grootste barrière, zeg jij. Ja. Ja. En heb je daar al ideeën, oplossingen voor gevonden? Hoe je daar zo flexibel mogelijk mee omgaat? Ja, dus bijvoorbeeld als ik naar een feestje ga. Ik ben laatst dan op Amsterdam Dance Event geweest. Ja, dan... Tuurlijk. Ja. Ja. Dat is jou helemaal. Als DJ moet je daar wel zijn om ook te netwerken. En ja, dan bel je vaak gewoon van tevoren even naar de locatie. Of het rolstoel toegankelijk is. Maar vervelend is dat het vaak niet op de poster staat. Of expliciet vermeld staat van het is rolstoel toegankelijk of niet. Ja. Ja. En heb je nog spullen bij je of planken of slimme dingen om? Nou, ik heb een rijplaat in principe wel in mijn auto liggen. Ja. Ja. Dus maar ja, stel dat ik ergens... wel zelf tillen. Die komt er niet met een app achteraan uit. Nee, dus als ik dichtbij kan parkeren, als iemand van het restaurant of hotel moet helpen om even, stel dat zou een hoge opstap zijn om dat te doorbreken, zeg maar. Ja, ja, mooi. Justus, een van de dingen in de co-creatie was ook de beschikbaarheid en toegankelijkheid bij evenementen. Kun je dat eens toelichten? Ja, nee. We hadden het over dat iedereen een beetje het idee van... Oh ja, je kan makkelijk kaartjes krijgen, dan bijvoorbeeld vooraan bij een concert. Maar ik denk dat veel mensen in hun vrije tijd ook graag met hun vrienden ergens heen gaan. En dat het dan vaak is. Hier is een podium voor iedereen met een rolstoel. En dan kun je één helper meenemen, bijvoorbeeld. En dan staat de rest ergens anders. Een kaartje of zit ergens anders. Ja, precies. Dus dat dit is wel maakt het toch wel minder gezellig. Ja. Misschien af en toe. Veel minder gezellig, denk ik, of niet? Ja, het is wel minder gezellig, ja. Maar ik moet ook zeggen, het vaak is wel lastig om te zoeken. Je moet echt een inweg hebben ergens om tussen te komen. Want ik ga bijvoorbeeld regelmatig naar Ajax ook. Maar daarvoor... Zielig voor je. Zielig, ja. Ha, flauw. We weten natuurlijk dadelijk om Dralf. Ze is ook groot Ajax-fan, dus ze kunnen hier samen een beetje... Nee, maar voordat je dat zeg maar vindt, of om naar zo'n wedstrijd te gaan, dan moet je wel even uitzoeken en hoe dat werkt. Ja. Als je het eenmaal hebt gevonden, dan... Wordt het ook gewoon heel goed geregeld, vind ik. Maar wat moet je dan vinden? Ik denk even aan onze kijkers nu. Denk dus dan moet je eigenlijk gewoon... Als je een Ajax-ticket wil kopen, als je van Ajax bent natuurlijk. Ja. Dan voorstel dat je, zo hard bij dat je nu misschien niet zo snel naar Ajax zou gaan. Omdat ze niet zo goed ballen. Stel je voor, maar, dan kan je gewoon... Dus ook op de website kan je bij tickets... Kan je dus minder verdiende categorie aanklikken. Ja. En dan kan je in principe gewoon je tickets halen, Het is wel grappig, want we hadden het hier van tevoren over. En de mensen die niet in een rolstoel zitten, zoals ik bijvoorbeeld, zeggen altijd... die rolstoelers, die mogen altijd vooraan zitten. Maar toen zei jullie natuurlijk, maar wel altijd in je eentje. Want mijn vrienden zitten ergens anders in het stadion. Dat is natuurlijk Je mag wel één iemand meenemen, dat is dan wel... Ja, één iemand. Eentje. Ja, dat is heel fijn, gelukkig. Maar als je met meerdere inderdaad, dan is het wel lastiger. Ja, precies. Hey, jullie hadden het over die toegankelijkheid. Dat is eigenlijk de grootste barrière om in je vrije tijd overal te komen. We vonden een reportage van AT5 met Tim. Tim is weliswaar niet iemand met Duchenne, maar ik geloof dat hij een spasme heeft. In ieder geval zit hij ook in een rolstoel en is hij volledig van zijn rolstoel afhankelijk om de stad door te komen. En deze reportage geeft wel een mooi beeld over hoe dat dan is. Ik ga gewoon niet naar binnen, hoe graag ik dat
ook zo willen. Tim is 24 en woont inmiddels 7 jaar in Amsterdam, maar niet voor lang meer, want hij wil heel graag verhuizen. Naar Amersfoort. En dat is niet omdat hij de stad zelf niks vindt, maar... Het grote probleem is voor mij in de binnenstad dat ik moeilijk echt naar binnen kan. Dat gaat om winkels, maar vooral ook wanneer hij met zijn vrienden naar een café gaat. Dit is dus het probleem. Lekker dan. Ja, het is gewoon kut. Dus meestal drink ik dan een biertje buiten op het terras. Alleen in januari of februari of is het gewoon wat kouder. Aan de eigenaren kan het niet liggen, want die willen heel graag helpen. Maar ja, voor een toegankelijke stad als Amsterdam vind ik dat eigenlijk niet kunnen. Ook omdat ik denk dat het relatief makkelijk op te lossen is. Hoe dat dan moet, daar komen we zo op terug. Maar nu neemt hij soms, hoe onhandig ook, zelf een plank mee. Het is wat het is, je moet toch op pad. Tim is niet de enige voor wie dit geldt. De Zonnebloem, een vereniging voor mensen met een lichamelijke beperking, komt op voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Ik denk dat de stad ingericht is op mensen zonder beperking. Uit onderzoek blijkt dat bijna 80% van de mensen met een lichamelijke beperking activiteiten hierom laat. Stoepen waar die te hoog zijn, maar ook over gedrag van mensen, omdat ze zomaar leescooters overal neerplaatsen. Ik kan er gewoon niet langs, ook al wil ik op de stoep. Er zou meer aandacht voor moeten zijn, waardoor mensen zich bewuster worden van wat het voor gevolg heeft. En daarom start de Zonnebloem vanaf deze week een campagne. Denkt u niet dat de ontoegankelijkheid voor wie dan ook soms ook hoort bij de drukte en de chaos die hier in Amsterdam is? Nee, nee. Eigenlijk zeg je daarmee van het is toegestaan om mensen niet toe te laten. Te zeggen jij bent niet welkom. Amsterdam is een mooie historische stad. Alleen bepaalde kroegen zijn zo simpel op te lossen om het rotsgek te maken. Wat moet Amsterdam doen om jou gewoon hier te houden? Heel simpel. Gewoon overal zo'n rijplank. Dat zou gewoon top zijn. De gemeente laat weten dat in de wet staat dat ondernemers de toegankelijkheid zo groot mogelijk moeten maken. Maar dat de verantwoordelijkheid in panden bij de ondernemers zelf ligt. Bijvoorbeeld door subsidies probeert de gemeente ze te stimuleren om dit zo goed mogelijk te maken. Ja, mooi voorbeeld. Hij kan het ook leuk... Ja, Stan reageert. Ik was dan ook dus in Amsterdam laatst. En wat ik vooral, of ja, dat vind ik nog steeds het meest vind, als je naar het toilet moet en er is gewoon nergens een invalide toilet. Ja. En nou waren er wat netwerkborrels en zo daar wel bij hotels. En nou, volgens mij bij hotels hebben ze meestal wel een minder invalide toilet. Dus mocht iemand op zoek zijn naar het toilet in Amsterdam of een hotel, is de beste oplossing. Maar dit zoeken we dus, toch, jongens, in dit online festival. Ja, dit soort praktische tips. Ja, ja. Hè, dus de rijplank meenemen, horen we al, als het even kan. Met tegenzin, zegt Tim dan. Of misschien iedereen die we kennen in onze netwerken adviseren dat er altijd een rijplank bij een deur staat. Ik heb daar ook nooit over nagedacht. Zo simpel kan het natuurlijk zijn. En als je in een grote stad naar het toilet moet, minder valide toilet, bijna altijd in een hotel. Ja. Figo, hoe is dat voor jou in je vrije tijd? Loop je vaak er tegenaan dat je met je rolstoel... beperkt wordt en wat doe je daarmee? Wat doe ik? Maar ik zorg meestal als ik naar een feest ga bijvoorbeeld, dan ga ik even contact zoeken met mijn vrienden van is het toegankelijk? En dan is het meestal want ik kan door de voordeur heen, maar dan hebben ze niet echt over nagedacht hoe je dan naar het toilet moet of zo. Ja. Dus, maar Dat moet je dan ook nog extra vragen. Is het ook rolstoel toegankelijk om naar het toilet te gaan? Maar dat soort dingen. En anders, als een feest bij iemand thuis is, dan is het gewoon klooien en iemand vragen of hij even de gang leeg houdt of zo. Ja, precies. Ja. Dus en je hoeft ook niet bang te zijn om zulke dingen gewoon te vragen aan vrienden. Van ik moet even anders naar de wc. Ja, want hoe reageren vrienden en bekenden dan als je dat vraagt? Ja. Ik dacht vroeger altijd, ik zeg maar niks. Ik laat het dan voor wat het is. Alleen ik merk wel als je het zegt dat ze er niet raar van opkijken. Dat is mooi, hè? Dus in jezelf zit daar een soort schaamte of beperking. Precies, ja. Maar ik zeg gewoon, bespreek het gewoon en vraag het. En exact, er is meer mogelijk dan je denkt. Mooi. Frank, Justus, nog een uitsmijter voor het blok toegankelijkheid. Hebben jullie nog praktische tips die je onze deelnemers even mee wil geven? Nou ja, neem in ieder geval altijd de plank mee. Want dat hadden we natuurlijk in de voorbereiding op dit mooie festival ook. Op vrijdag hoorden wij van Gerrit van... er is wel een drempeltje bij de voordeur. Dat is flink, hè? Hier. Ja, ja.
Ja. Dus of we even een plank meenamen. Nou, dan was dat geluk dat we die gewoon hebben. Dus die hebben we gewoon meegenomen. En ja, daarmee is het dan ook opgelost. Ja. Dus zo zie je ook dat soms maar met een klein handigheidje je dan toch die drempel letterlijk overheen komt, zeg maar. Justus, voor jou nog één op het Ja, nee, ik denk dat omdat het vaak moeilijk is spontaan iets te gaan doen, wat je inderdaad moet informeren. Ik kom zelf uit Amsterdam, maar ik spring niet zomaar op de fiets even ergens heen. Dus met Jip, een van mijn vrienden, die er nu ook bij ons is vandaag, we gaan wel vaak naar de film. Dat moet je dan een beetje plannen. Maar ik denk ook verder dat met cafés, dat soort dingen, het gewoon fijn is. Dat op een gegeven moment iedereen die je kent een beetje doorheeft van, dit is wel niet toegankelijk. En dan is het toch iets makkelijker dat je niet hoeft te informeren. Maar dat soms mensen die je kent tegen mij zeggen, kom een keer mee daarheen, want daar kun je goed naar binnen. Dat soort dingen. Dus als andere mensen ook een... Ja, die worden jouw opa. Ja. Maar het verschilt heel erg. Dus de mensen die je echt goed kent, als die het zeggen, je kan er wel in, dan kan je er wel in. En mensen die je niet zo goed kennen, die zeggen vaak, aan het eind, die ene drempel, die heb ik dan toch gemist. Ja. Dus maar ik denk dat je gewoon ook heel veel hebt aan weten waar andere mensen zeggen dat je heen kan. Ja, precies. Dus enerzijds, een aantal plekken heb je op een gegeven moment door. En gebruik de mensen om je heen als je ogen en oren. Ja. Wel moeilijk hoor, want ik moet zeggen, door de voorbereiding op dit project ga ik pas echt goed zien hoeveel drempels jullie eigenlijk tegenkomen. Ja. Terwijl, dat valt hier natuurlijk niet zo goed op. Het is leuk. We zijn live. Officieel zit onze tijd voor blok 1 een beetje op. Maar ik ga toch, om te bewijzen dat dit echt is, de vraag van Bojan Ronda, 30 jaar uit Den Haag, even aan jullie voorleggen. Hij schrijft, het vliegen is voor veel mensen in een elektrische rolstoel nog steeds erg toegankelijk. Een barrière. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je met je rolstoel het vliegtuig in kan rijden en de hele vlucht in je eigen rolstoel kan zitten. In hoeverre is dit ook een wens van jullie en wat voor ideeën hebben jullie om dit te realiseren? Figo, vlieg je wel eens? Ik vlieg wel eens, ja. En hoe gaat dat bij jou? Ze hebben eigenlijk een smal rolstoeltje waar ik dan over gezet word. En dan, door het gangpad? Ja, dus dan zit ik en dan gaan ze mijn rolstoel doen ze dan in het ruim. Het is wel zo dat ik niet mijn elektrische wielen meeneem, zoals nu. Omdat dat de kans dat ze stuk gaan. Ja, precies. Die is precies wat Bojan natuurlijk ook aan refereert. Stan, heb jij ervaring met vliegen? Ben je al international famous DJ? Of, Nog niet. Nee, hè? Daar werken we aan. Ja, ik ben ook best wel regelmatig op vakantie geweest. En ik ben voorheen ook, dat is wel een tijdje geleden, ik denk 16 was of zo, met Peter Pan. Dat was via Transavia, was dat, ik niet of ik hier reclame of... Maar alles, we zijn onder elkaar, dus je mag zeggen wat je wil. We zijn maar ik moet zeggen, Nederlandse maatschappij, zeg maar, maatschappijen, dat is eigenlijk het makkelijkste. Bijvoorbeeld Ryanair heb ik ook een keer mee gevlogen, dat is echt een heel gedoe. Die moet je dan bellen en ook heel moeilijk om aan te melden. Met Transavia kan je zelfs gewoon online dan gewoon een rolstoel vast aanmelden. En ze nemen eigenlijk al gewoon contact met je op om te bespreken van hoeveel weegt de rolstoel, wat zijn de specificaties. En dan wordt dat georganiseerd. Ja. Maar Frank, ik hoor jou net ook over vliegen. En jij hebt nogal een elektrische rolstoel, hè? Ja, zeker, ja. Wat is jouw antwoord aan Bojan? Nou, het is inderdaad zeker zo dat er eigenlijk veel te weinig nog op dat gebied gedaan wordt. Er wordt zeker wel gelobbyd en dat soort zaken. Maar op dit moment is het gewoon best een hele uitdaging om te vliegen. Zeker met een elektrische rolstoel. Ik ben toevallig dit jaar dan naar Curaçao geweest. Dus dat is ook best wel een eind vliegen. En het is altijd maar gewoon hopen dat je rolstoel in ieder geval het in het ruim overleeft. Dus het zou echt heel top zijn als je gewoon in de toekomst gewoon met rolstoel al het vliegtuig in kan rijden, net zoals in de auto. En dat je dan gewoon lekker kan blijven zitten in je eigen rolstoel. Want ook als je heel erg afhankelijk bent van je rolstoel en je moet dan in de gewone stoel 10 uur zitten, dat is eigenlijk een grote ramp. Ja, dat. En ik begrijp dus, ik leer van jullie, je grootste angst is eigenlijk, blijf mijn rolstoel heel als iemand anders hem gaat vervoeren. Ja, dat snap ik. Het zijn toch je benen, hè? Dus je bent er echt afhankelijk van. Ja, mooi.
Ik ga hem hier voor nu bij laten. Dankjewel Bojan en dankjewel ook Roel voor je vraag. Ik zie hem nu binnenkomen, maar wellicht kunnen andere mensen in de chat met jou het daarover hebben. We gaan door namelijk naar ons volgende blok. Stan, Figo, we zien jullie later in deze uitzending terug als we bij het blok van de vriendschappen komen. Wij gaan het nu met elkaar hebben over barrières doorbreken rondom het werk.